Op 5 februari werden de eerste Edese lammetjes van dit jaar geboren. Volgens de Edese schaapskuddes is het de vroegste geboorte ooit. De lammetjes die deze maand geboren worden, kunnen vanaf april de heide op. Nou, dat kijk je eigenlijk vanaf december al. Dan zie je de ooi al dikker worden. Januari nog zwaarder. Op het laatst kunnen ze al moeilijker gaan lopen. En dat breekt de mooiste tijd aan van het jaar. De geboortes. De voeding krijgen de schapen nu volledig uit de kooi. Ik heb goed hooi, kuilvoer. Dus je moet ze nu voor 100% bijvoeren. De ooien die worden geboren, de ooilammeren, zeg maar dat het de helft ooilam is. Dan haal ik elk jaar zo'n 60 jonge ooilammeren uit voor nieuwe aanwas. Maar dan gaan ook weer 60 oude schapen weg. En hoe bepaalt u de keuze? Nou, wij doen aan het stamboek van het Veluws Heideschaap. En dan krijg ik in september keurmeesters. En die gaan de ooilammeren keuren op het uiterlijk van het Veluws Heideschaap. De schaapsherder hoeft niet alleen voor de pasgeboren lammetjes te zorgen. Regelmatig lopen er stagiaires mee bij de Edese schaapskuddes. Ik heb net voor het eerst een lammetje laten geboren worden. Daar mocht ik bij helpen en ik mocht mijn arm in de baarmoeder steken en het lammetje er helpen uit te krijgen. Is dat niet een beetje eng? Het was wel spannend aan het begin, toch voor de eerste keer. Maar het was wel een hele mooie ervaring. Nou, het is vooral ervaring opdoen. En natuurlijk het verlossen van de schapen is een hele ervaring op zich. Het is gewoon, ja, een extra ervaring erbij. Maar die geboorte gaat toch vanzelf? Ja, soms wel, soms niet. Soms moet je even een handje toesteken. En wat heb je daar ter voorbereiding voor geleerd? We hebben vooral theorie geleerd. Wat er gebeurt bij een baarmoederprolaps, welke stuitligging er zijn, wat hakligging is. Ja, wat je daarbij moet toepassen. Gewoon wat je moet leren voor de gezondheid van de moederdier en het lam. Het lijkt wel een gewone geboorte. Nou, is toch ietsjes anders. Nou, het gaat gewoon 24 uur per dag door. En de mensen die komen dan overdag kijken en die vragen dan vaak aan mij van aard, hoe gaat dat nu? En die verwachten dan ook dat ik hier 24 uur per dag tussen de schapen ben en ook hier tussen de schapen ligt te slapen. Maar dat is niet het geval. Ik zie dat vaak wel aan een schaap. Die gaat ze eigenlijk een beetje afzonderen. Die gaat een beetje een nestje maken. En dan kun je het al een beetje aan zien. Nou, die gaat binnen een uur of binnen een half uur of een paar uur gaat die aflammeren. En wat deed dat met je, zo'n geboorte? Ja, dat was toch wel heel mooi om mee te maken. Ik dacht wel, goh, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb geholpen, ja. Begin maart hebben we een lammetjesweekend op de Ginkel. Twee weken of een week later is het hier, via het Natuurcentrum Veluwe. Nou, opa's en oma's, vaders en moeders met de kleinkinderen, beschuit met muisjes staan klaar. Gezellig komen kijken.